ergens in een ver land moeten kinderen werken in de mijnen. Met al hun krachten proberen ze grote granietenstenen kapot te slaan in de hoop op waardevolle ertsen te vinden. Ik weet niet hoor. Zit hier wel wat? Hey, over een uurtje of vier mogen jullie weer naar de mijn, want dan kunnen jullie daar verder werken. Ja, baas. Ik ben trouwens blij dat hier een hek staat, want jullie stinken echt verschrikkelijk. In een mooi kantoor zitten de baas van de mijn uit te rekenen hoeveel ze aan de kinderen verdienen. Nou, ik vind eigenlijk dat het rendement van de kinderen een beetje laag staat. Verdienen we eigenlijk volgend jaar aan deze mijn maar 2-3 miljoen dollar? Daar hebben we echt niks aan. Ik denk dat de kinderen echt veel harder moeten werken. Ze doen echt bijna niks. Op het kantoor wordt ook het loon aan de kinderen uitbetaald. Ja, meneer de baas, ik heb samen met mijn groepje 40 uur gewerkt. Ik kom het geld ophalen. Nou, je hebt dan 40 uur gewerkt. Dan kijken. Ja, Daniel, vriend, geef haar maar de paar centen. Even kijken. €0,65, maar we hebben wel 40 uur gewerkt. Ophalen! Had je maar nog eens werken? De ouders van de kinderen wonen in een klein huisje. Ik hoop dat ze wel met wat meer geld thuiskomen deze keer. Ja, vrouw, als ze weer met een euro thuiskomen, dan schiet het echt niet op hier. Oh, ik geloof dat ik ze er al zie aankomen. Kinderen zijn helemaal kapot van het werken. Nee hoor, zijn thuis. Hij Zo hebben jullie een beetje hard kunnen werken en geld verdiend. Nou pap, we hebben heel hard gewerkt, maar heel weinig verdiend. Jullie hebben toch wel meer dan een euro verdiend hopelijk? Nou, het was eigenlijk wel pech, want we hebben eigenlijk niet zo veel gevonden. Nu wil ik het weten, hoeveel hebben jullie verdiend? We hebben maar 65 cent verdiend. Wat? Maar 65 cent? Zo weinig? Hup, allemaal mijn huis uit. Ik kom niet terug voordat jullie 10 euro hebben verdiend. Dat moet je. Aan de rijke kant van de stad stond een groot huis waar kinderen het veel beter hadden. For you and for me and... Was het goed? Hey meiden, sorry dat ik wat later ben. Waar waren we vorige keer gebleven? Weet je jullie nog? Volgens mij hier ergens. Bij akkoord 3 toch? Heal the world, make it a better place. Ondertussen liepen de arme kinderen buiten. Ze hadden zich opgesplitst in de hoop wat meer geld te vinden. Hé, hey, nu moeten we weer bedelen. Alleen maar omdat we maar 65 cent hebben verdiend vandaag. Hoor ik nou muziek? Hoor jij het? Wat mooi, ik wou dat ik zo mooi kon spelen. Ja, wat? Vooral met de gitaar. Even zitten hoor. Koud. Liggen hier zomaar kinderen buiten slapen. Kom eens even kijken. Ja. Het is hartstikke koud buiten. We moeten ze helpen. Goed idee. Kom. De andere arme kinderen kwamen hun broertje en zusje weer tegen en maakten ze wakker. Kom op, ben je zelf ook. Wakker. We moeten naar wat drogers. Kom. We hebben niks weten te bedelen. Wat? Hey, slapen jullie hier nou in de regen? Ja. We waren in slaap gevallen omdat jullie zomaar muziek speelden. Dat is echt mooi. Jullie kunnen natuurlijk wel zelf muziek proberen te maken. Echt waar? Dat zouden we wel eens willen proberen. Hier, nu mag ik daar proberen te spelen. Ja, eerst. Probeer maar. Het bleek dat de arme kinderen een heel groot talent hadden om muziek te spelen. Zo zijn er in arme landen miljoenen kinderen die keihard moeten werken en wiens talenten niet gezien of gehoord worden.